Dus op een gegeven moment zag ik er voor de deur staan. Ze stond voor de deur. Ik zag mijn zoon naar buiten rennen. Die telefoon heeft ze naar buiten gegooid. Is mijn zoon naar die schutting gegaan. Daar stond hij naast die schutting. Heeft ze die wapen getrokken, heeft hij mijn zoon gelijk geschoten. 1 schot. Is mijn zoon gevallen. Heeft hij me gezegd, mama, ik ga dood. Ik zei, je gaat niet doodgaan. Ik zei, mama, ik ga dood. Barber. Vandaag hadden we een stille loop. Een stille loop, een awareness loop in verband met huiselijk geweld. We hebben namelijk een aantal gevallen hier in de buurt gehad met betrekking tot huiselijk geweld. En dan heb ik dan over brandstichtingen. Er zijn 4 woningen hier in de as gelegd door partners van buurtbewoners, in dit geval vrouwen. We hebben doden. We hebben mevrouw Daftenhof. We hebben nu meneer Marvin Simpson. En je kan niet zeggen, het zijn alleen vrouwen. Want we merken nu dat ook mannen slachtoffers zijn. Tegenwoordig van huiselijk geweld. Dus we hebben vandaag een awarenessloop gehad. Om de regering een beetje alerter te maken. Om de regering als het ware wakker te schudden. Om ze te vragen van, wanneer gaan jullie eindelijk iets doen richting de gezinnen die met dit soort problemen zitten. We staan nu voor het huis van Weiland mevrouw Daphne Hof. Dat was een van onze buurtbewoners. Ze is een zeer jonge vrouw, productieve vrouw, onderneemster en ze was douanier. En zij is 2-3 jaar geleden ook door huiselijk geweld om het leven gekomen. Dus we zijn vandaag een bloemetje voor haar komen zetten, omdat we haar nog steeds in gedachten hebben. Zolang we langs lopen of langs rijden, weten we, hier woonde Daphne. En dat wat haar overkomen is, mag niemand meer overkomen. Stop geweld tegen vrouwen, mannen en kinderen, nu! Mijn verhaal is, in 2018 heb ik huiselijk geweld overleefd, want mijn partner probeerde me eigenlijk dood te wurgen, maar ja, ik kan zeggen die God daarboven heeft me eigenlijk dan de kracht gegeven om het te overleven, kan je zeggen. En het is ook meer, ik ben natuurlijk, ik bemoedig ook andere vrouwen om, zodat ze bijvoorbeeld dingen zien, dat ze eigenlijk gelijk aan de bel trekken. En bijvoorbeeld bekendmaken aan andere instanties of zo, dat ze bijvoorbeeld wat mee is overkomen, dat ze het niet gebeurt, zo ver laten komen natuurlijk. Want meestal heb je al die indrukken en zo, maar je laat nog even, weet je, mensen zeggen patiëntie, maar soms moet je gewoon direct handelen. Wat is handelen? Moet je politie bellen, je moeder zeggen, wat moet je doen? Dus in principe zou je eigenlijk gelijk de politie moeten dingen inschakelen. Of ja, bekendbaar maken aan de politie. Ja. Waar is zij nu? Nu is zij gewoon op vrije voeten. Ben je niet bang? Oh nee. Het is, de politie heeft hem eigenlijk ook gewaarschuwd, dus... ik vrees eigenlijk niet meer. Ik zie hem wel af en toe, maar ik ben niet bang meer. Oh ja, en nog wat. Dus hij had mijn huis ook in brand gestoken. En wat het ergste was, ik was in verwachting van hem. Hoe gaat het met die baby nu? Oh, dat meisje is 3, zo wat 4 jaar. Hoe gaat het met haar? Oh, ze maakt het goed. Mensen, mogen applaus voor deze. Mevrouw, die huiselijk geweld is verliefd en ze kan het weer vertellen. Ze heeft een pracht van haar woning weer. Het is ondertussen weer gebouwd. En we zeggen nogmaals, het mag nooit meer gebeuren. Raak niet aan. Praat. Communiceer. Praat, maar weet hoe je praat. Praat zodanig dat het niet erop aankomt dat je moet gaan aanraken, want daar al gaat het fout. Vrouwen, als die man je de eerste keer heeft aangeraakt en je maakt er geen werk van, gaat hij het blijven doen. Mannen, als je vrouw je aanraakt en je maakt er geen werk van, gaat ze het blijven doen. Zeg nee tegen.
Zeg nee tegen. Huiselijk geweld. Zeg nee tegen. Huiselijk geweld. Het kan altijd fataal aflopen. Het hoeft niet zo te zijn, maar het kan. Want elke emmer loopt eens vol. En wanneer die emmer al overloopt, is het te laat. Je weet nooit wat kan gebeuren. Of je doet iets met jezelf, of je doet iets met je partner. Die kinderen worden de dupe daarvan. Dus, taki. Maar sapfa im taki, fadi no doro takim naki. Soms wordt er vroeg aan de bel getrokken. Het kan ook zijn dat de partners misschien niet naar de politie gaan, maar de buurtbewoners vertellen het soms wel. Zeg, ik hoor geschreeuw in huis en zo. En dat de politie erop afkomt en dat er een rapport gemaakt wordt. En dat partners, als het ware, misschien gedwongen worden. Zeg, kijk, de buren hebben dit verteld en we willen dat jullie nou toch aan tafel komen zitten met ons. En het niet meer overlaten aan de mensen moeten zelf komen vertellen. Want dat heb je soms ook. Dus ik denk dat we echt een... moeten gaan werken aan wat de buren horen, wat de buren zeggen. En dat de partners opgeroepen worden voor een gesprek. En voor ernstige waarschuwingen, zodat bepaalde dingen niet zo ver hoeven te komen meer. Zeg nee tegen, huiselijk geweld. Was die loop alleen voor de slachtoffers van het Hanna-Slus-project? Nee, het is voor heel Suriname en ook voor het buitenland. Want als ik de nieuwsberichten volg, Nationaal, hebben we in Nederland ook een aantal gevallen gehad het afgelopen jaar. Het is echt voor totally the world. In het bijzonder Suriname. In het bijzonder Suriname. Dat er een awareness komt van het moet nou eigenlijk het moet gaan ophouden. Dat men zo makkelijk aan het leven van een ander komt. Het is te veel als we hebben een bevolking van 600.000 inwoners. En kijk hoe vaak mensen vermoord worden nu. Ik moet dit ook ervan zeggen. Je hebt ook schoonvader, schoondochter. Schoonzoon, schoonmoeder. Er worden klappen uitgedeeld, mensen worden doodgekapt. En kinderen die hun ouders van kant maken. Heeft allemaal te maken met huiselijk geweld. Dus de regering moet echt... we willen iets vanuit de regering zien. Zeg nee tegen. Huiselijk geweld. Zeg nee tegen. Huiselijk geweld. De regering gaat nu echt wat moeten doen. Het gaat dan niet alleen om dat geval van mevrouw Hoft en meneer Simpson. Maar het wordt te veel. Het is te veel. Het is te veel. We zijn op het adres van meneer Simpson. We gaan bloemen inleggen voor hem, omdat hij een goede buur was. Hij was een vriend, hij was een buur. Ja, toch? Zoals we ook bij Daphne hebben gezet. We houden het gewoon breed. Weet je? Dus dat we toch ook tenminste ook een bloem voor hem mogen zetten. Waar gaan jullie het zetten? We hebben in ieder geval aangegeven waar hij gevallen is. Toen hij geschoten werd. Dus daar gaan we naartoe nu. Mijn dochter heeft een foto gemaakt voor ons. Is maar van gekomen, heeft maar van weer een foto voor ons gemaakt. Is Mare naast mijn zoon gaan zitten. Heeft ze die telefoon van mijn zoon zijn hand gepakt, is ze naar binnen gegaan. Wat binnen is gebeurd, weet ik niet. Dus op een gegeven moment zag ik er voor de deur staan. Ze stond voor de deur. Ja, kijkt u die zakje? Daar is ze die wapen erin gezet. Ik zag mijn zoon naar buiten rennen. Die telefoon heeft ze naar buiten gegooid. Is mijn zoon naar die schutting gegaan. Daar stond hij naast die schutting. Heeft ze die wapen getrokken, heeft hij mijn zoon gelijk geschoten. Eén schot. Is mijn zoon gevallen. Heeft hij me gezegd, mama, ik ga dood. Ik zei, je gaat niet dood gaan. Ik zei, mama, ik ga dood. Barber! Hij moet nooit gezegd dat die vrouw had te verdrijven. Barber!
geweld. Huiselijk geweld. Zeg nee tegen. Huiselijk geweld. Nonaki. Mataki. Nonaki. Mataki. Mataki.